Dag beste kijkers en welkom bij een nieuwe FM Live Challenge. Ook dit jaar wordt dit superspannende toernooi weer gehouden. Evert, regerend kampioen weer van de partij met... Saflet United. Sam met een transfer van Sanderlecht naar... Hasselt United. Twee debutanten, Gilles en Janko, maken een debuut als manager. Gilles met... Al Gilal. En Janko met... Bandit Like Beekman. Nu geef ik... Bandit Like Beekman. Nu geef ik het woord aan onze twee super top... commentatoren van de Mid-Mid Academie, Lennart en Benno. Ik geef het aan woord aan jullie. Applaus! De super top commentatoren zijn er weer bij. Na het grandioze succes van vorig jaar. Inderdaad. Haarfijne analyses. Hilarische one-liners. Een knappe verschijning. Zet daar Benno naast. En we gaan weer een topshow hebben voor dit jaar. Maar nu gaan we gewoon even de selecties overlopen. Ja. Inderdaad, we zullen beginnen met Hasselt United. Flo, ik stel voor dat je bij Sam gaat zetten. In goal heeft Sam gekozen voor Buté op de rechtsbak, Murillo. De twee centrale verdedigers zijn Jantje Vertonghen en Pacho. En dan linksachter de Kuiper, wat dan mijn favoriete keuze is. In het middenveld Diawara, Kums en Teuma. Dat ziet er een solide middenveld uit. En dan Jude Gla in de spits. En op de flanken Boniface en Slimani. En ik heb direct een vraag. Ik zie twee spitsen, als ik me niet vergis... op de flank staan. Sam, is daar een reden voor? Woord zijn. Daar is zeker een reden voor. Ik heb deze tactiek zelf ontworpen. we zijn ongeveer een jaar geleden als FM uitkwam en sindsdien speel ik zo. Dus Slimani en Boniface spelen niet op de flanken, spelen wel degelijk in het centrum. Oeh. En we trappen via ons degelijk middenveld alle ballen naar daar en zij moeten gewoon doorkoppen naar Jude Gla. We gaan lelijk spelen. Voor resultaat. Oké. Okay. De tactiek verraden. De tactiek verraden, zoals alle topmanagers doen. Dan gaan we eens kijken naar Gilles en B.A. B.A. Als ik weet niet, zo iets in die aard. Nee, in je hebt mijn naam mogen oefenen voor de uitzending, maar dat is geen probleem, Lennon. In de goal hebben we Simon Mignolet, rechtsachter Buchanan. Zijn twee centrale verdedigers zijn Silla en De Bast. Linksachter Arteaga. We hebben een middenveld van Balanta, Youssouf en El Canous. Op de flanken Painsil en Lang. En in de spits Aroko Dare. Tolu voor de vrienden. Oké, top, dat is een die. Dus. Ik zou denken, van wie verwacht je het meeste gevaar, Gilles? Als je naar mijn flanken kijkt, eigenlijk de volledige... drietand achter Aroko Dare. Ja. Met Lang, El Canous en Painsil ga ik meer dan genoeg gevaar creëren. Voor het Janko, het vuur aan de schenen te leggen. Dat klinkt al veelbelovend, hè, Benno. Voordat we doorgaan, nog eventjes over zijn tenue. Wat vinden jullie daarvan? Ze hebben duidelijk een zalm in een pak gestoken dit jaar. En ik vind... Ik wil even duidelijk maken dat Lennart dus allemaal een heel papier vast heeft waar al zijn moppen staan opgeschreven. Dus elke keer als jullie denken dat hij iets grappigs zegt, die heeft dat gewoon gisteravond al opgeschreven en geoefend. En ik wist niet dat de zeeman pakken verkochten, dat ben ik. Ik zou verwachten dat jij dat wist, want jij bent wel duidelijk een vaste klant bij de zeeman. Oeh. Bon, de 1-1 bar sessie gaan we voor een andere keer laten. Ik ga ook Benno even aflossen bij de selecties, want die had het al moeilijk bij de namen. Ik ga onze nieuwste kandidaat voorstellen. Het is Janko Beekman. Voor de mensen die hem niet mochten kennen, hij is een van de sprekers bij Shotcast. Nu, als u geen 40-plusser bent die naar podcast luistert tijdens het lopen, zal u hier nog niet van gehoord hebben. Maar hij heeft een leuk smoeltje, dus hij is erbij vandaag. Hij kiest voor een selectie van Herman van Kronbrugge. Daarvoor... Schoonmaker. Hendrik, hè. Herman, hè. Ik dacht dat zijn neef in de ploeg stond. Het is Hendrik van Kronbrugge. Laat het schrijven ook, hè, vriend. Dan zetten we Questa met Alderweireld centraal in de verdediging met Clinton Matta en Kayembe op de flank. Rits, Heine en Castro maken het middenveld compleet met op de flanken Skovolse en Mike Tresor. En diep in de spits Ueda. Flo, hoe gaat onze nieuwkomer het aan de bak brengen? Hoe blij ben je met jouw selectie? Heel blij, zeker. Als ik de selectie van sommige collega's naast mij al heb mogen inkijken. Toch iets minder kwaliteit. En ja, ik denk een heel brede kern vooral. Op mijn bank zit ook nog heel veel kwaliteit. Heb je stress voor je debuut? Ja, toch wel. Want ik zit wel naast de titelverdediger. Die gaan we zelfs nog aan het woord laten. Dus ja, toch een zekere druk. Succes. Nu gaan wij meteen door naar Evert Winkelmans. Die heeft... Geliefd in de studio. Ja, goed. Inderdaad. Hij gaat voor doelman Van de Voort in doel met daarvoor Mechelen, Okumu en Leifis in een gewaagde 5-3-2-opstelling.
Vroeg niet hoe grappig. Waarom? Echt, jongen. Ja, bomen zijn vertel maar verder, waar dan mijn talent zit. We zitten op de flanken met Munoz en Mauwassa. En dan een middenveld met Olsen, Ekkelenkamp en we kennen Evert, die altijd heel veel vertrouwen legt in een lange slungel, ook op het middenveld en op de podcast. Daarom kiest hij voor Hans van Aken op de 10 en een mooi spitsenduo van Jansen en Vrij. Winkelmans kiest nogmaals voor Van Aken. Waarom? Ja, vorig jaar heb ik ook 3-5-2 gespeeld en had ik een middenveld met Boskamp en Van der Elst. Die zijn jammer genoeg alle twee op pensioen gegaan. Dus ik heb die gewisseld voor Olsen en Ekkelenkamp. Dus ik blijf gewoon bij die opstelling en dat gaat mij geluk brengen, denk ik. Ja, maar ik heb zo'n vragen dan. Jansen en Vrij. Misschien in de mic spreken, want Jansen en Vrij... Jansen en Vrij, bij Antwerpen doet het niet samen. Maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik had Jansen en Kuipers opgesteld, maar mijn assistant coach heeft liever Vrij, dus ik volg hem dan niet. Ja, oké, dat is een solide reden, vind ik. Ik denk dat we klaar zijn voor de eerste speeldag van de livestream. En dat is Bandit Like Beekman tegen Al Gilal, als ik mij niet vergis. Dus man, ik zou zeggen, druk op play. Spatie, play. Doorgaan, dat kan ook. En we gaan eraan beginnen. Lennart, ik zou zeggen, heb jij een verwachting wie dat de eerste speeldag gaat winnen? Het is Janko zijn eerste keer. We hebben het nog altijd alleen maar over FM natuurlijk. En ik ben heel benieuwd dat die twee nieuwkomers het tegen elkaar gaan doen. Ze gaan sowieso Evert het vuur aan de schenen willen leggen, maar die topmatch is voor straks. Inderdaad. Ik ben vooral benieuwd wie hier vandaag als eerste de 3 punten gaat pakken. Inderdaad, een debuut voor Janko Beekman in onze studio. Bandit Like benieuwd. B... Interessante naam. Is de naam, Janko, een vraagje naar jou, is de naam Bandit Like een B-team? Of is het Bandit Like... We zullen het ineens gaan vragen. Dat ziet er niet... Visueel oogt het niet echt. Nee, het is wel degelijk de A-ploeg, maar de letters waren op, budget was op. Dus we zijn voor Bandit Like B gaan, dat is een afkorting. Oké. Bandit Like B. Oké, ça va, dat is... Ah ja, tuurlijk. Ja, een verwijzing naar David Beckham, uiteraard. Ah, ik heb dezelfde uitzending. Liverpool legend. En de man heeft sinds kort een documentaire. Dus wil jij ook binnenkort? Niet dat ik weet, nee. Heb jij de documentaire van Beckham gezien? Ik kijk niet naar B-spelers. ik heb die helaas nog niet gezien. Ik kijk naar Maradona. Oké. Documentaires, helaas. En wij zien dat er nog altijd geen voetbal op ons scherm staat. Er moet op play worden geduwd, op selectie. Ik heb vandaag 1 gezegd. Die... Opstelling bevestigen. Ja, en we kunnen... Ja, oké, we zijn vertrokken, denk ik. Ja, Lennart, zeg maar. Ja, we kunnen eigenlijk dezelfde basiself overlopen die we daar straks gezien hebben. Ja, inderdaad. Gilles gaat het ook moeten hebben van zijn sterke bank, want hij heeft een beetje een enfant terrible staan inderdaad, op de bank. Didier Lamkelzee. Ik ben heel benieuwd wat die gaat brengen. Ik denk dat dat een speler is die zeker gebracht moet worden. Ja. En ik heb ook een kleine sneak peek. Ik heb Gilles zijn tactics al een beetje bekeken. Ja. Hij speelt heel scherp, dus ik denk dat we kaarten gaan zien. Oeh, ik denk het ook. En Gilles heeft heel hard ingezet op de stilstaande fases en is zien of dat daar gaat payoffen in deze match. Hij gaat niet voor het tiki-taka. Hij gaat gewoon straight op. Voilà, en er is afgetrapt. En we zijn begonnen. Arteaga is aan de bal. Maar we moeten wel Ik denk dat Gilles het tempo van de wedstrijd op het tempo van de Serie A-matchen heeft gezet, want het gaat allemaal in slow motion. Al Gilal speelt in het wit voor de kijkers. En Bandit Like Beckham speelt in het paars. We zijn de highlights een beetje aan het fine-tunen. Ik vind dat het momenteel zeer traag gaat. We zijn naar Ola, een match maar Clinton van, Matta, waardoor, duidelijk persoon. Naar een match van AC Milan aan het kijken met dit tempo. Heb je die microfoon hier? Zorgvuldig opgebouwd bij... Ja, en Kayembe op de linkse flank. Kan hij voor gevaar zorgen? Snijdt naar binnen. Mats Rits met een 1-2. Brian Heijnen kan rechts. Oeh, Skof Olsen. Nu moet er geschoten worden. En een goede redding. Zo mag hij de hele nacht blijven trappen, jongens. Dat is geen probleem. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Het spel... Ja, inderdaad. Het spel gaat vrij traag, vind ik ook. We zitten 5 minuten ver. Ik heb het gevoel dat ik al 3 matchen gezien heb. Ik zie Janko het versnellen. Maar wat gebeurt er? Er gebeurt niet veel, Benno. We moeten ook heel eerlijk zijn. We kennen allebei vrij weinig van dit spel. We zouden niet moeten zijn om een beetje voetbalcommentaar te geven. We zien wel dat de XG bij Al Gilal staat verdacht veel hoger dan bij... Ja, inderdaad. Nee.
Bandit Like B is erover gesprongen nu. Van waar kwam dat op? We moeten het over XG hebben, voor de rest kunnen we het over niet veel hebben natuurlijk. Nee, inderdaad. Wel al één hoekschop voor Al-Jilal, wat dat in hun voordeel speelt. Mats Rits is momenteel man of the match met een 7.1 score. Het is nog aan het... het verandert nog, 7.0. Ik weet niet, worden er momenteel wissels gedaan? Of waarom ligt het spel stil? Het is gewoon een enorm saaie wedstrijd, tot Van Krombrugge de opbouw gaat verzorgen. Oké, dit is al veel, veel spannender. Ik wil dat de mensen terug op deze video klikken. Nu? Misschien iets te snel, maar Brian Heijden. Ik weet niet of ik mijn stem op maal 2 kan zetten. Ja, zo is goed. En dit is weer zeer traag. Al-Jilal bouwt rustig op, zin op de past aan de bal. Commentator moet wel een beetje commentaar geven. Excuses. Ik denk als ik commentaar ga geven dat de microfoon nog heel veel bij Gilles gepasseerd gaat worden, want ik zie niks opvallends. Het balbezit is voor Al-Jilal, maar daar is Mike Tresor. Maakt dat af! Het is 1-0 voor Bandit Like Beekman. Het is 1-0, het eerste goal. Ja, prachtig afgemaakt door Mike Tresor. Ik heb lang getwijfeld om toch die Soudali te zetten, dus Mike Tresor bedankt mij voor het vertrouwen. Dat vind ik mooi. Dat is volledig waar. Yusuf had het bal bezit. Met heel... Gilles, hoe voelt dit? Ik weet niet of dat de beste wissel is. Dit voelt als een... ik word in de steek gelaten door mijn eigen team. Ik vind het schandalig dat we zo balverlies leiden op onze eigen helft. Dus Yusuf, u mag bedanken, eruit. Door je team of door jezelf? Door mijn team. Eigenlijk ook een beetje door de linkse commentator. Voilà, hup, voorzitter. Het is stil, jongens. En we zijn terug begonnen aan de match. Excuses, ik was nog even technische dingen aan het regelen. Ja, en ik denk dat Al-Jilal gewoon die gelijkmaker wil gaan halen. Oeh, en dat gaat misschien gebeuren met Arteaga. Die wordt diep gestoken. Hoppa! Het is zover. Lang heeft het niet geduurd. Ik geef het woord door aan Flo. Goal! Hoppa! Wacht, de ref bekijkt het via de VAR. En ik vrees dat Arrokodari offside staat. Ik vrees het ook, tenzij dat we in Engeland zijn. En hij staat... Dit wordt afgekeurd. Die doellijntechnologie is dus nog steeds niet in orde gebracht door de Pro League. Inderdaad. Dat is al heel duidelijk. We gaan nu allemaal eens goed kijken. Op het moment van de bal staat hij wel degelijk. Ik wil niet te vroeg zijn. Ik denk... Terecht toch, Gilles? Jongens, is het goed gekeurd? Het is goed gekeurd. Ja, als de lijnen op elkaar liggen, keuren we hem goed. Wauw, Engelse toestanden hier in de studio. Zo ziet u maar. Het een heel merkwaardige beslissing. Super realistisch. Er een speel van mij geblesseerd is geraakt. Oei, sorry. Nee. Je was er mee eens? Ja, we hebben een interview gemist. Het is een merkwaardige beslissing, om eerlijk te zijn. Maar ja, ik kan een klacht indienen bij het referee department misschien. Oeh. Tijdens het interview viel er bijna een doelpunt voor de ploeg van manager Janko. Wat is er aan het gebeuren? Is er iemand een wissel aan het doen? Ik heb Joris Kayeme naar de kant gehaald door Senna Miyange, wegens een lichte blessure. En ja, er komen ook wedstrijden aan, dus. Ja, inderdaad. Dat is goed gezien. Net voor de rust heb ik ook nog niet vaak gezien. Janko. Ik denk dat Gilles momenteel... De cijfers van de ene ploeg en daar van de andere. Ja, inderdaad, Sam. Het is allemaal... We gaan een rustinterview geven met Flo. Die gaat Janko nog een laatste vraag stellen. Ja, het is rust, want het is 1-1. Klopt. Is dit wat je hebt verwacht? Of toch die offside goal die niet offside was? Ja, ik denk dat we nu terug moeten focussen op de wedstrijd wel zo snel mogelijk. Dus niet te veel stilstaan met die beslissingen van de ref. En er is nog 45 minuten te gaan en daarin kan alles nog. Ik denk dat we misschien wel iets gaan veranderen aan de tactiek tijdens de rust. Moet je al zeggen wat? Dat is een verrassing voor Gilles nog. En Gilles, wil jij al iets kwijt over de tweede helft? Ga je iets veranderen? Ja, ik gooi alles naar voren. Ik heb er genoeg van. Ik heb er volledig genoeg van. Oké, terug naar jullie jongens. Gilles die zegt dat hij er al genoeg van heeft. Ik ben precies zijn Twitter aan het doorzoeken naar een verloren match van AC Milan. Voor de rest denk ik dat het... Hopelijk voor meer spektakel, Jasper, want we blijven een beetje op onze lauweren. We blijven op onze honger zitten, inderdaad. Ik hoop dat er inderdaad een paar misschien wissels komen, dan iets van meer spanning in de wedstrijd kunnen brengen. Ik zie Gilles heel hard nadenken, ik zie hem keuze. Ja, die stilstaande fases, hè, Benno, die stilstaande fases inderdaad, waar hij zo hard op gewerkt heeft. Die staat al klaar, je moet doen, hoor. Gilles staat al klaar. Het is Janko dat nog heel hard aan het twijfelen is. Ik zie de vingers op de kin en dan weet je dat er nagedacht wordt momenteel. Dus ja, Nielsen is erop gekomen voor Yusuf, die zijn foutje bij het tegendoelpunt betaalt. Die mag gaan douchen. Casper Nielsen, kan die de wedstrijd toen omkeren? Ik ben een Union-fan. En hoe ik heb gezien hoe dat hij bij Brugge is veranderd als speler, ik zou zeggen van niet.
Geen idee wat dat ermee te maken heeft. Maar bon, we zijn nog altijd... Kunt jij je redeneringen uitleggen in de microfoon momenteel? Want wij zijn aan het wachten. Iedereen is aan het wachten. Maar we zijn bezig. We zijn aan het spelen al. Hoe? Wij zien niks. Je ziet daar dat we al een uur bezig zijn, Benno. Ah. Wij zien geen spel. Nee, we zien geen spel, omdat die mannen gewoon geen kansen hebben. Die creëren het. Ah. We zien pas bij de highlights dat er iets gebeurt. Flo. Ja, ik wil toch mijn topcommentatoren terugnemen tot nu toe. Ja, goed. Lennart, zeg eens een van de mopjes dat gaat opgeschreven of zo. Totaal niet nodig. De grootste mop zit op dit moment tussen onze twee eerste matchspelers. Het maakt me allemaal niet uit. Ik zit hier ook maar naast een invaller. Wij moeten zien dat we het hier volgepraat krijgen. En ik zou graag grappige dingen vertellen, maar Benno, als er in de 90 minuten niks gebeurt, ja, waar kunnen we het over hebben? Waar kunnen we het over hebben, inderdaad? Ja. Er is iets aan het gebeuren. Ah, Janko denkt ineens Rits in de spits te zetten. Dat vind ik... het rijmt, maar voor de rest zou ik niet denken dat... Ja, Flo wilt het woord. Want Rits hij brengt... Nee, ik moest eigenlijk nog een vervanging doorvoeren, maar dat was nog aan de gang. Het is Tissou Dali in de spits, wat ik wel een beter idee vind. Tissou Dali is een beter idee. Die kan wel rond een spits hangen, hè. Met twee spitsen gaan spelen. Ik denk het ook al. Het is een saaie wedstrijd. Het zit allemaal dicht tot misschien de corner. Van Gilles, dit waar kan hij zwart... Het moment zijn. Ah, nee, dit is van Janko. Dit kan het moment zijn. Nee, dit is van Gilles. Dit is Al-Gilal. Ja, ja. Lang van de bal op, geeft dat terug. Is dit offside? Nee. Nielsen geeft een logische pas terug. De bal wordt gewoon weggewerkt. Wat? Wat kan Al-Gilal nog tevoorschijn toveren? Bandit like Beekman heeft balbezit... En hij kan nu Mike Trezor zijn flank nog eens afgaan. Kom aan, kan hij die tweede goal maken? Kan hij die tweede goal maken? Mooie actie. Brengt de bal voor doel. Oeh. Net over. Dat was misschien wel het moment om de match te beslissen. We gaan bijna de laatste 10 minuten in. En Al-Gilal met een grote kans. Het is een goal. Het is een goal. Al-Gilal. Staat dat op je papiertje, hè? Vloedcommentator. Het is Casper Nielsen en dat noemt dan eens door jezelf en gepakt ik heb worden. Hier inderdaad op mijn papiertje staan. Gilles is een verschrikkelijke winnaar. Hij zit niet gewoon bij AC Milan, dus als hij zijn computerspelletje wint, moet hij het natuurlijk laten zien. Maar fantastische tactische keuze. We moeten wel zeggen dat dit fantastisch is afgewerkt van Casper Nielsen. Je ziet ook prachtige steekpaas, een subtiel lopje. Je ziet meteen, dit kan niet door de trainer gekozen zijn. Dit is echt wel door het spel dat dit gebeurt. En het is leuk om dat te kijken. En Janko gaat zijn opstelling aanpassen. Wat gebeurt er? Hij verschuift zijn verdediging naar links. Het is net alsof de DJ het nummer links heeft opgezet. Hij gaat er nog een spits bij zetten. Hij zet Miyang in de spits. Flo wilt het woord. Toch nog even naar Gilles. 10 minuten nog te spelen. Ga je winnen? Ik hoop het. Ik ben nu een volledig blok aan het zetten. Ik speel mijn 5-5. Geen spits. Alles dicht. Consolidatie. Alles voor de 3 punten. Inderdaad. Dat is heilig. Heb ik geleerd van ene SK. En de match is terug begonnen. We zijn in de 83ste minuut. En momenteel, het gaat zeer moeilijk worden voor Bandit Like Beekman om dit nog in een winst om te draaien. Hij zou nu wel nood kunnen hebben aan een beetje bekkenmagie, maar op dit moment zie ik het niet gebeuren. Nee, we gaan de blessuretijd in en ik denk dat Gilles de eerste 3 punten ik mee denk naar het ook. Gaat het nemen. Is bijna binnen. En het is gedaan. Gilles en Biebea. Heeft zijn eerste overwinning. Flo, misschien een interview met de overwinnaar. Janko, wil je een hand geven? Is dat misschien ja, dat een goed idee eerst? 2-1. Terecht? Tuurlijk. Ik had niet anders verwacht. Als je kijkt naar mijn tactische ingrepen. Ik breng Nielsen in. Nielsen scoort. Ik zeg tegen Arco Dare, je bent een afwerker. Wat doet hij? Afwerken. Alles wat ik heb gevraagd is gebeurd. En ook al heeft Jozef mij in de steek gelaten en zal hij daardoor waarschijnlijk niet meer aan bod komen in deze FM Live. Wil ik aan de rest van mijn spelers bedanken voor de mooie reactie na een achterstand goed te werken. We hadden ook niet de sterkste tegenstander, dus de tegenstander was een beetje zwak. Ik schatte Janko als mijn sterkste tegenstander in. Zeker als ik kijk naar de ploeg die Evert Wokelmans heeft opgesteld. Dan, what the fuck is dat? Ik denk dat ik in de perfecte uitgangspositie zit om die beker van Evert af te pakken. En zoals ze zeggen, een slechte winnaar is nog steeds een winnaar. Mooi gezegd, chill. Naar jou, Janko. Toch wel... teleurstellend eigenlijk. Ik ben diep ontgoocheld in mijn ploeg. Ik dacht dat ik een zeer sterke kern had, maar die hebben het vandaag niet laten zien. En wie nog zwakker was dan mijn ploeg, was de ref natuurlijk. Leg je... Ja, die gelijkmaker van Gilles, er blijft toch een reukje aan zijn. De ref, de ploeg, maar niet jij?
Oeh, kritische journalistiek, daar houd ik wel van. Ik ga ook eens in de spiegel kijken, denk ik, straks. Oké, okay, succes straks. Collega's dat dat beter zouden doen, maar ik noem geen naam. Terug naar jullie, jongens. Ja, Lennart, de volgende match is Hasselt United tegen Saflet United. Ik denk dat dit de match is waar de fans op wachten. Ja, zeker. Ik denk niet dat ze gewacht hebben op die vorige match. Het zat wat dicht, tot op het einde natuurlijk die ingreep en dat prachtige doelpunt van Nielsen. Inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd naar deze volgende wedstrijd. Ik ook. Het is... Ja, ook wel ergens een beetje Sporting Hasselt tegen KV Mechelen natuurlijk. En met Evert tegen Sam. Voor Sam is dit gewoon een alledaags potje FM. En voor Evert met de huidige vorm van KV Mechelen misschien gewoon een kijkje in de toekomst met een wedstrijd tegen Hasselt. Dus laten we hopen dat het daar niet bij blijft. Evert weet niet hoe te reageren. Ik heb Sam wel, als ik het mag zeggen, heel veel tactische dingen zien doen. Ja, inderdaad. Die wij niet snappen natuurlijk, want we snappen het spel niet. Nee. Maar het ziet er wel naar uit dat hij... echt wel op mandekking gaat spelen ook, bepaalde spelers van... Wij hebben het gevoel als commentatoren dat Sam Kerkhoffs het best is voorbereid. En hij wil het woord, Sam. Sam, zelf het woord? Ja, ik zou niet per se zeggen het beste voorbereid. Maar ik kan u wel zeggen dat ik Hans van Aken op kort dekken en harde tackling gezet heb bij hem. En Brandon Mechelen niet lastig vallen. Voelt het ook als een soort revanche van vorig jaar? Nee, we leven in het heden. Ik ben niet bezig met vorig jaar, maar natuurlijk, het is mijn eeuwige rivaal. Dus op welk moment dan ook in ons leven, als het tegen elkaar is, dan wil ik winnen. Oké, dan ga ik snel naar Evert. Als dat oké is voor jullie? Is totaal oké. Evert, er wordt nogal gelachen met je team. Ja, het enige wat ik in mijn leven al van Sam heb gewonnen, is de FM Challenge. Dus als ze mij dat ook nog gaan afnemen, ja, dan ga ik toch over mijn toekomst bij Mikmik moeten nadenken. Dus ik hoop dat mijn ploeg... En mijn ploeg, onder leiding van Hans van Aken, toch nog iets majestueus uit de hoed kan toveren. Het zal nodig zijn. Gaan we toch nog even snel terug naar Sam toe? Ja, van mij mag hij nadenken over zijn toekomst bij Mid-Mid. We willen ook de volgende stap zetten bij Mid-Mid. Dus wij denken daar ook allemaal over na. Oké, ik denk dat we kunnen beginnen. Ja, ik wil zeggen dat ik binnen 6 maanden ben afgestudeerd. Dus als Evert wilt wegstappen, ik ben zeker beschikbaar. Ik wil dan even zeggen, in de eerste 10 minuten heb je ons allesbehalve overtuigd. Maar, ja. Zo, het is voor ons ook nog wat aanpassen, Sam. Ja, ik zou zeggen, we gaan naar de volgende match gewoon. Janko, druk jij op doorgaan? Of, denk het wel. Iedereen op spatie duwen, gelieve. En ja, Sam die dus zegt Mechelen gewoon met rust laten. Dat is ook een beetje wat Evert tegenwoordig moet doen in Mechelen. Want hij kan de helft van Mechelen niet meer aanzien door zijn racing-calamiteiten. We hebben dat ook zelf ondervonden in die geniale video die wij samen hebben bekeken. Ah ja, die. Welke van de twee? De oudste. Ah ja, oké. Niet die dat gisteren is geüpload, stadionsmokkelen van Dummies? Die van Pesterlo, die moet nog wat bekeken worden, heb ik het gevoel. Top. Voilà, en we hebben hier de twee opstellingen voor ons. Aan wie zou jij het voordeel geven in deze match? Ik persoonlijk aan Hasselt United. Ja, je kunt niet voorbij Saflet United, volgens mij. Ik denk dat Evert echt wel die psychologische voorsprong heeft tegenover Sam. Hij heeft die beker al eens vastgepakt. Hij weet wat het is om te winnen. Ja. En ik denk dat Sam sindsdien... Je merkte het ook al een beetje in die podcast. Er werd iets minder tegen elkaar gezegd. Ja. Er werd iets meer met de gast gepraat. Ik denk dat Sam veel slapeloze nacht heeft. Want laten we eerlijk zijn, dit is Sam zijn spelletje. Dit is Sam zijn spel. Dit is Sam inderdaad, zijn spel. Sam heeft alles te verliezen. Maar Saflet United gaat meteen in de aanval via Jansen. Breng die bal voor, brengt zou die ik bal zeggen. Voor. Oh, wat weggewerkt. Dat is schitterend geweest. Inderdaad, de highlights staan weer op een zeer traag tempo. Maar dit wordt momenteel direct aangepast door de regie of de technische dienst, zoals ze hier zeggen. A.k.a. Sam zelf. Het is een alleskunner uiteindelijk. Het is een alleskunner en een nietskunner. Dat loopt in elkaar. Een pracht van een man. En hij zet zich terug. En de match is terug begonnen. Het is weer al een gesloten wedstrijd. Binnen. Inderdaad, het is wachten op een hoogtepunt, zoals al heel de dag eigenlijk. Maar we gaan naar Flo, want die wil iets vragen. Evert, je neemt nu al de underdog-positie in. Ik heb ook in de kleedkamer tegen mijn spelers gezegd, jongens, we zijn de underdog, geniet ervan, midblok. En alles op mijn twee spitsen, dus ja. We zijn al 20 minuten, we zijn al 20 minuten bezig en de XG van Hasselt is onbestaande. En die van de Noeken was even. We moeten inderdaad wel zeggen dat Jean Buté momenteel de beste speler op het veld is. Ik denk dat dat veel over de wedstrijd zegt. We zijn momenteel in de 35e minuut, een zeer, zeer gesloten wedstrijd. Ik heb het gevoel dat dat het beeld gaat zijn van het hele toernooi. En we zijn weer...
Gaan we iets maar krijgen, nu hè? Komt Kums en Diawara wel aan de bal. Kums denkt dat hij Messi is. Probeert diep te steken. Daar is Jutgla. Oh! Bijna een wereldgoal van Ferran Jutgla. Bewijst nog maar eens dat hij onder zijn niveau speelt in de Jupiler Pro League. De match gaat door zijn in de 41ste minuut. Ik denk dat we gaan rusten met een 0-0. Ja, dit maar stevend af op een 0-0. We moeten zeggen, Evert heeft het beste van de wedstrijd. Evert is momenteel, heeft de overhand inderdaad. Ja, maar even, wacht. En hier komt hola. Sam. Ik wil hola. Zeggen, op wat baseren de commentatoren zich als ze was, zeggen, maar Evert zeer heeft een zeer grote kans voor Hasselt United. Op wat baseren de commentatoren zich als ze zeggen dat Evert het beste van de match heeft? XG 0,40 voor mij, 0,17 voor hem. Ik heb twee highlights gezien, allebei voor mij. Ik riek er toch partijdigheid. Ik vind, kan mij niet van de indruk ontdoen. De media heeft iets tegen Hassel. Ik vind gewoon dat Evert in de eerste plaats moeite heeft gedaan om een leuk trainingspak aan te hebben. En op vlak daarvan kies ik sowieso voor Evert. Al verliest hij vandaag met 0-5. Ik denk dat Evert gewoon weg de man van de match is. Oké, okay, eigenlijk heel fair punt. En ik geef het, ik geef mijn favoriete rol ook volledig af aan Evert. Nu moet ik wel zeggen natuurlijk, nu we toch in de rust zitten, Sam heeft niet zomaar een outfit aan. Inderdaad. Hij heeft erover nagedacht. Inderdaad. Dit is de eerste outfit die Sam ooit heeft aangehad toen hij voorzitter was van een of andere ploeg in Limburg. En Sam... Is met een H. Wat was toen de uitslag? 0-2 nederlaag tegen Lille. Dit kan alleen maar geluk brengen voor de tweede helft. Denk, denk ik ook. Denk ik ook. Geluk moet je omkeren. We zien dus wat vooral dat bij Sam en Hasselt United de verdediging heel goed speelt. Inderdaad, hè? We hebben 7,5 voor de Kuiper. Ja. Dat betekent dat hij wel on the back foot is. Maar nu heeft Hasselt United de bal. Kunnen ze iets in elkaar flansen? Geef de bal aan Thomas, zou ik zeggen. Inderdaad, dat is een goede bal naar Ferran Jutgla. Probeert het afstandsschot, wordt afgeblokt. Ik denk, maar hier die komt Vrij aan de haal met de bal. Die maar gaat heeft niet echt op zijn pace. Gekende snelheid langs de flank. Mechelen onderschept. Mechelen heeft een goede diepe bal. En Sam zei, Mechelen mag je aan de bal laten. Inderdaad. Het zou fantastisch zijn mocht hij natuurlijk een doelpunt maken nu. Ja, dat zou veel deugd doen. Jean Butuy is nog altijd de beste man op het veld. Ik zie dat Evert Lapoussin erin heeft gebracht voor Mawassa en Kuipers voor Vrij. Ja. Je ziet duidelijk dat Evert een beetje struggelt met zijn opstelling. Ja, inderdaad. Maar dat maar is wel een goede wel bal. De voorzet die wij niet meer mochten zien. Maar één ding is zeker, Evert, hij heeft een beetje moeite met een goede opstelling te kiezen. Inderdaad. Ja, waardoor je ziet dat zijn grote voorbeeld Steven de Voer is natuurlijk. Hè. We gaan het hem gelijk eens voorstellen, Evert. Evert, nog geen positieve woorden bij jou neergelegd. Gaat het wel? Minuut 75 en mijn budget van de eerste keer naar de goal getrapt. Dus, maar boot is nog altijd 0-0, alles kan nog altijd. Ja, terwijl gaat de match door en we gaan naar de laatste 10 minuten. Pacho die ook alle tijd krijgt via Buté. Pacho mag weer beginnen uitvoetballen. Die kiest voor de Norre, die naar binnen komt en weer niks doet. Lennart, ik zie dit afstevenen op een 0-0. Dit is verschrikkelijk. Ze zitten iets over ons te zeggen van een topcommentaar, maar wij hebben niet eens een topwedstrijd om naar te kijken. Ja, inderdaad. Als ze ons geen topmatch geven... De highlights zijn ballen van Pacho. Wat moet ik daarmee doen? Inderdaad, terwijl we de laatste 5 minuten ingaan, is het offside. Oh! Op de deklat! Het is op de deklat. Dat kon de matchbeslisser zijn. Het kon beslissen zijn. Buté, wat doe je daar? Misschien ging de VAR nog ingrijpen met een offside, want het was niet. Kasper de Norre werkt die bal weg. Na een afstandsschot kon niet zien van wie het was, maar... Het was van Jansen, maar inderdaad, er gebeurt weer niets. We gaan eens horen wat Gilles te zeggen heeft. Dit gaat 0-0 zijn. Zit jij zo elke avond thuis voetbalmanager te spelen? Ik speel sinds enkele maanden geen voetbalmanager meer, maar daarvoor wel. Ja. En ook met mijn oortjes, de Champions League hymne. En dan vraagt mijn vriendin die naast me zit, vraagt dan aan mij, serieus, speelt je weer al de finale? En dat concludeert is natuurlijk het de wedstrijd. Afgelopen? De wedstrijd is afgelopen. Ik zou een reactie willen van Evert Winkelmans, want ik denk dat hij wel blij is met een gelijkspel. Ben je blij, Evert? Ja, nee, dit was echt wel een verschrikkelijke wedstrijd eigenlijk. Ik heb net gezegd dat ik teleurgesteld was in Janko, maar nu ook in jou eigenlijk. Ja, maar het verschil met Janko is dat ik wel een punt heb. Mooi gezegd. Jongens, we gaan naar Sam als het goed is. Ja, want we moeten even naar mij, omdat Benno gewoon die net voor de uitzending gaan plassen was, opnieuw moet gaan plassen. Dus ik vind het wel raar dat degene die niet speelt eigenlijk het meeste stress heeft.
Maar dat kan. Dat is doodnormaal. Ik denk, ik ben me wel verontschuldigd. Ik denk zeker voor de neutrale fan was dit echt een afgrijzelijke wedstrijd. Ik denk dat ik geneutraliseerd ben door Evert Wokelmans. En daar moet ik hem de credits voor geven, want wij speelden thuis. We hebben het geluk dat we door de loting 2 thuiswedstrijden hebben. Dus dit voelt voor mij eerder als een verliesmatch dan een gelijkspel. Dus credits aan mijn collega Evert Wokelmans. Mooie woorden van Sam, toch? Voor Evert. Evert, heb jij nog iets moois terug te zeggen tegen Sam? Ja, die ingenieuze drie-spitsen-tactiek heb ik weinig gezien, eigenlijk. Ik denk dat Van de Voort niet veel ballen heeft moeten pakken. Dus ik ben wel blij om te zien. En ik zie ook, Kuipers is heel sterk ingevallen, dus ik denk dat hij volgende keer wel mag starten. Oké, dan gaan we denk ik naar de volgende wedstrijd. Jullie kunnen meteen doorgaan, inderdaad. Benno zit inderdaad op dit moment aan een sanitaire stop. Die heeft natuurlijk stress door naast zo'n icoon te zitten bij de commentatorboot. Ik heb daar geen problemen mee natuurlijk, want ik ga gewoon door naar speeldag 2. Waar Bandit Like B... Waar Bandit Like B op bezoek gaat bij Safflet United. Dus we hopen nu natuurlijk dat een van deze twee hun eerste overwinningsmatch kan krijgen. Ah, Benno, je bent terug van het potje. Hoe was het? Wat is er over mij gezegd geweest? Ik had Sam direct iets over zeggen over mij. Dat hij gewoon niet capabel is om commentaar te geven, helaas. Maar we gaan wel kijken hoe het zit bij de opstellingen, want er wordt een beetje gesleuteld, Benno. Daar zijn we hier aan het kijken. Naar Janko zijn ploeg is dat hier. Skov Olsen nog altijd... Tissoudali gaat nu een basisplaats krijgen. Is daar een reden voor? Want vorige keer was het Mike Trezor dat startte. Is er een... Er is zeker een reden voor. Ik wil het iets aanvallender aanpakken tegen het toch nogal verdedigend ingestelde Safflet United. ik heb ook gezien dat Evert volgens de bookmakers favoriet is. Dus ik ga proberen hun ongelijk te bewijzen. Evert, wordt jouw... ik zal zeggen, misschien is bij Evert gaan. Wordt jouw opstelling aangepast? Jawel, ik heb 2 wissels doorgevoerd. Toch niet onbelangrijk. Ik heb Hugo Kuipers erin gebracht. Ik denk, als hij terug in geel-rood speelt, dat hij terug de weg naar de goal kan vinden. En ik heb ook op links Lapoussin gebracht. Oeh. Dat vind ik toch een aanvallende wissel. Dat denk dus ik ook wel. Dus ik word hier neergezet als een soort Catenaccio-trainer, terwijl dat echt niet is waar ik voor sta in het voetbal. Ik ben alles dat niet Mourinho is, zeker niet. Alles wat KV Mechelen niet is, zeg maar. Ja, maar KV Mechelen speelt De Zerbi-voetbal. Dat is wat ik met deze ploeg ook probeer te bereiken. Hè. Mechelen wordt wel weggezet als een slecht uitvoetballende verdediger. Maar in tegendeel, we hebben daar een hele week op getraind met een Brandon. Dus ik verwacht er eigenlijk heel veel van. Ik heb het wel gezien, hè. Evert zegt dit alles terwijl hij 9 man op zijn eigen helft heeft staan. Maar wel zegt aanvallend voetbal te willen spelen. Het is wel waar. Kuipers en Janssens op een eiland. Janko gaat er ook nog iets over zeggen, denk ik. Kan ik ergens een melding doen van matchfixing? Want hier, ik hoor in de wandelgangen dingen fluisteren. Ik zie hier rond mij 3 mensen van Sporthouse en maar 1 iemand van Mediahouse, namelijk mezelf. En dat ruikt wat mij betreft naar een belangenvermenging. Maar bon, ik laat het in het midden. Ik zal het melden bij de bevoegde instantie. Ik ben toevallig de bevoegde instantie. En, ik noteer dat en dat is geclassificeerd. Ja, ik zou zeggen, we starten ermee. Ik wil dat iedereen op zijn spatiebalk drukt, zodat wij terug naar de wedstrijd kunnen kijken. Nee, er werd nog gebabbeld, belangenvermengingen, al dat soort zaken. Natuurlijk, die eerste match van Janko, het liet een beetje... Niks aan de verbeelding over. Nee, we moeten... Omgekeerd. We hopen inderdaad dat er nu een van deze twee ploegen de 3 punten mee naar huis neemt. Ik wil een doelpuntenversijn. Ik wil Kuipers zien scoren. Ik wil Janssen zijn ding zien doen. Ja. Ik wil eerste 9 thuiswedstrijd man... ook. Eerste thuiswedstrijd. Ja, en het kan altijd spoken daar, nu dat niet meer achter de kazerne is. Inderdaad, volledig akkoord. Er worden hier nog een paar aanpassingen gedaan. We zien dat Evert ervoor gaat kiezen om zijn handen samen te steken... Of toch niet? Dat was een mooie statement. I have faith in you. Get out there and score. Weet je dat? Ja, Evert, uw opstelling is wel zeer defensief. Daar moet ik ook wel akkoord mee gaan. Is daar een reactie op? Zijn de individuele instellingen die het verschil maken, hè, meneer Benno Plateau? Oké, ik ben benieuwd. Die het spel heeft gehoord. Ik ben benieuwd. Er wordt hier eerder gekeken naar de commentatoren dan naar de tegenstanders, Benno. Je ziet dat iedereen heeft stress. Hè. Ze willen allemaal die prachtige prijs mee naar huis nemen. Terwijl wij zien dat weer al eens het openingsstuk gewoon niks gebeurt. Maar zeer weinig, ja. We laten het voor wat het is. Safflet United lijkt wel... Ja, Safflet United... Als je beide ploegen verdedigend opstelt, dan ga je ook geen vonken krijgen in een voetbalmatch. Hè, Safflet United heeft 31% balbezit. Zij kunnen dus werkelijk niks doen. Nee. Wat wil je ook met al die verdedigers natuurlijk? Inderdaad.
Voilà, en we hebben beeld. Tissou Dali wordt diep gestuurd en die bal wordt gewoon weggewerkt. Maar raapt die op aan de cornervlag? Tissou Dali, breekt de bal voor. Oeh, en we krijgen een counter met Lapoussin. Maar die counter, Benno, zullen wij nooit zien. Inderdaad. Dus we gaan weer gewoon kijken naar een leeg scherm met wat XG-statistieken. Inderdaad. Een opstellingje erbij. Alderweireld is gewoon aan het spelen. Dat zien we wel inderdaad, graag. Maar dat zijn we gewoon ook natuurlijk. De kathedraal van Antwerpen. Ja. En terwijl gaat Flo zich weer eens tussen onze twee heer zetten, maar ze heeft niks te vertellen. Ze is gewoon... Ik ben nog altijd naar dat balbezit aan het kijken. 33% tegen 67%. Maar Evert speelt aanvallend voetbal. Hij heeft het ons gezegd. Aanvallend offensief. Inderdaad. Gegenpress, al dat soort calamiteiten. En we hebben terug beeld, Lennert. Aha, dus er gaat nog eens iets gebeuren. Nee, toch niet veel. Kuipers die de bal op eigen helft moet ophalen. Saflet probeert op te bouwen. Maar het is een gesloten match, Lennert. Het is geen makkelijke match, dat is offside. Ueda scoort, maar we zijn allemaal heel rustig gebleven, want het lijkt ons... Het leek zeker offside, Lennert. Ik weet niet wat dat jij denkt. Ik denk tegenwoordig niet veel, maar Flo denkt iets. Daarom gaan we naar daar. Afgekeurd! Af twee verre beslissingen, twee keer in mijn nadeel. Ja, bon, ik neem daar acte van. Oh, ja. Het zij zo. Ja, het is wel volledig correct. Het was wel vrij duidelijk. Ik moet toegeven dat ver het goed gezien is. Zo stevenen we af naar de Ruslanders. Weer al met een 0-0. Ik denk dat er nog geen één keer in de eerste helft gescoord is. Corrigeer mij als ik verkeerd ben. Ik denk dat ik u wil corrigeren, Benno, want er is denk ik wel al gescoord in de eerste helft. Oei. Maar voor de rest is het jammer natuurlijk dat Janko al twee wedstrijden gespeeld heeft, twee keer een doelpunt afgekeurd. Inderdaad. Het is jammer, want anders had hij nu al gewoon een mogelijke 6-6 kunnen inderdaad hebben. Het was mijn favoriet om te winnen. Flo? Janko, voelt het alsof het spel tegen je keert of valt het nog mee? Nee, maar er is nog maar één goal afgekeurd. En ik heb het gevoel, ik heb het ook tegen mijn spelers in de rust gezegd, van als we blijven doen wat we aan het doen waren, komt het wel goed. Het is gewoon die goal die moet vallen. Roman Jaremchuk heeft het daar al langer moeilijk mee. Ik hoop dat het in de tweede helft eindelijk gaat gebeuren. Met de coach die positief blijft. Ja, dat moet wel. Hè. Ik weet niet, wat gaat Evert tegen zijn ploeg zeggen? Dat vraag ik mij ook wel af. Want momenteel, ik denk, waar staat balbezit? We kunnen het nu niet zien, maar het was rond de 37%, denk ik. Evert, ga je boos worden? Ja, ik heb iets gedaan. Ik heb echt gezegd, jongens, het trekt op geen kloten. We spelen thuis. Alsjeblieft, doet dat beter. En het eerste wat ik binnenkreeg is Maarten van der Voort is stressed now. Dus ik heb heel veel schrik over wat er gaat gebeuren in die tweede helft eigenlijk. Dus ja. Inderdaad. Jill wijst aan dat de vervanging moet plaatsvinden voor Maarten van der Voort. En de tweede helft is begonnen, Lennert. Ja, Maarten van der Voort heeft stress. Ik heb ook gezien dat de beste speler bij Saflet United was Brendan Mechelen. Dat meent je niet. Het is toch wel een speler. Die naam, die ploeg, ja, die inderdaad. Kleuren. Het past eigenlijk wel bij elkaar. Ik denk dat agent Winkelmans die naar KV Mechelen gaat halen. We hebben een corner voor. Bandit Like Beekman wordt gewoon weggewerkt. Die bal gaat terug voorkomen. Ja. En het is een goal. Bandit Like Beekman staat 0-1 voor tegen Saflet United. Een reactie. Dan toch de goal. Ja, zeer tevreden mee. Alleen ja, afwachten nu. Moet ik nu blijven aanvallen en Evert gewoon volledig in de hoek drukken? Of toch ook iets verdedigender gaan spelen? Daar ga ik nu even over overleggen met mijn assistent. Ik denk niet dat Evert gaat aanvallen. Nee. Zijn training doet vermoeden van wel, maar... En Evert heeft er wel moeite met vervangingen doen. Evert, welke wissels zou je nu doen? Ik zou graag mijn ploeg zien, waardoor ik dan wat kan verschuiven in de... Tactics openklikken. Ah, ja. Okay. Lennart, wat zou jij doen als trainer in Evert zijn geval? Ik wil een nummer 10 Ik zou creëren. Opgeven. Maar hij kiest er toch van om een paar spelers eens over de middenlijn te brengen. Ja, dat vind ik wel een leuke ingeving, natuurlijk. Ja, die eerste opstelling, Benno, laten we eerlijk zijn. Inderdaad. Ik heb zelden zoiets slecht gezien geïntroduceerd door Evert sinds de introductie van de One-A-List. Wat was dat nu weer? Dat is een goede vraag. Dat weet bijna niemand meer. Maar we gaan wel kijken hoe dat... Ik denk dat ik de enige was dat ingeschreven was voor de analist. En daarom hebben we het afgedaan. En daarom mag ik hier nog eens commentaar geven. En de match gaat terwijl door. 0-1. Ik denk dat Evert... Het ziet er niet goed uit. Ja, het is niet meer dezelfde Evert van vorig jaar. Inderdaad. Misschien is dat die prestatiedruk van vorig jaar om die titel terug op te volgen. Ik zie een laatste plek. Toen had hij natuurlijk een Boskamp, dat is een karakter in de kleedkamer. Ja. Daar kun je echt wel... Ja. Dat is je kapstok. En die heeft hij nu gewoon niet meer. Dat is heel spijtig daar natuurlijk. Daar gebouwd daar een ploeg rond, zou ik maar zeggen. Voilà, 70ste minuut. We gaan wel kijken hoe Brendan Mechelen weer de opbouw verzorgt en er weer niks mee doet. Dat dachten we, Lennert. Maar... ik heb al meer paars gezien vandaag. Een stilstaande dan fase. Ueda gaat die bal voorbrengen. Oh, een ingestudeerde stilstaande fase.
U weet dat. Het is 0-2. Het is 0-2. Ongelooflijk. Evert verliest zijn favoriete rol. Een reactie. Ja, zeer tevreden mee. Ik heb er juist ook gezegd dat ik hoopte dat Yaremchuk zou scoren, maar die stond niet op het veld, heb ik net gemerkt. Dus dat zou zeer moeilijk worden. Maar ja, knap ingestudeerd nummertje met dank aan mijn keeperstrainer Bram Verbiest, die de stilstaande fases voor zijn rekening neemt. En dat loont. En ik denk dat ik nu gewoon hem kapot ga proberen maken, omdat het doelpuntensaldo ook wel eens belangrijk zou kunnen blijken. Zeker weten, zeker weten. We gaan even naar Evert toe. Ja. Evert, is de stress toch te veel geworden? Ik heb besloten om uit de club te stappen. Ik wil ook even wel de commentatoren terechtwijzen, die eerst de hele tijd liggen te pijpen over hoe slecht mijn ploeg is, en dan gaan spreken dat ik topfavoriet ben. Dat klopt ook in uw wedstrijd voorbereiding. Evert, voor het toernooi was je topfavoriet, maar dan hebben we je tactieken gezien en je ploeg gezien. Wij hebben Evert gepijpt over hoe slecht zijn ploeg is. Dat vind ik ook bizar. Ik weet niet wat Evert allemaal doet in de vrije tijd, maar dat is niet hoe ik daar Ik begrijp dat ook niet goed. Terwijl gaan we de slotfase van hij de wedstrijd... Hij is de klus kwijt, hij is al die soorten klussen kwijt. Terwijl hij toch eens ten aanval trekt via Vincent Janssen. Probeert hij nog een aansluitingstreffer te maken? De bal wordt diep gestuurd. It sums up Evert zijn volledige wedstrijd. Clinton Matta probeert zijn lijn af te gaan, speelt die bal naar binnen. Maitre Zorg wordt afgeblokt. Ekkelenkamp, kan hij een counter opzetten? Nee, dat kan hij niet. Oeh, een gedoe in het middenveld. Een bal, Draaier, maakt hij de... Oeh, ja, de aansluitingstreffer. De aansluitingstreffer van Draaier is gemaakt. Hij neemt die bal mee, hij zegt kom op jongens. Ja. Flo. Dit is gewoon zielig. Dit is zielig. Toch de goal. Ik wil ook zien dat Jacob hoort in de lijst En zo gaan we de laatste 4 minuten in. Het ziet er naar uit dat Bandit Like Beekman deze over de streep gaat trekken. En ik vind Evert gewoon een ontzettend slechte verliezer. Ik vind het ook. Ik ben nu al Janko zijn overwinning aan het vieren, omdat ik gewoon... Ja, ik begin sympathie te krijgen voor de underdog. En die underdog is voor mij Janko Beckham. Voor mij niet eigenlijk. Ik zag Janko als de eindwinnaar van dit toernooi. Hij heeft een prachtige ploeg natuurlijk. Oeh, er kan nog een kans. Oeh, het is 1-3. Dit is pijnlijk. Hebben we het gezegd, Benno? Dit begint zeer pijnlijk. Ueda. Scoort. Zijn eerste basisplaats. Ik denk dat hij niet was gestart vorige wedstrijd. Och, Benno, zijn we het aan het bijhouden. We gaan het aan Flo vragen. De 3 punten komen eraan. Is er iets van medelijden naar Evert toe? Ja, natuurlijk. Ik vind dat hij wel hard wordt aangepakt door de media. Dat is bij KV Mechelen ook al gebeurd in het verleden. Ik was er toen nog niet. Ik heb wel gezien dat er in de eerste wedstrijd zeker potentieel is voor Evert. Dus ik zou hem nog niet afschrijven voor de Europese plaatsen. Heel mooi, heel mooi. En zelf, 3 punten. Hoe blij ben je? Ja, super blij. En alles spreekt ook wel in mijn voordeel. De expected goals, het balbezit. Dat stemt mij hoopvol voor die derde wedstrijd tegen die ploeg uit Limburg. Oké. Ja. Ja. Ja, de match is afgelopen. Inderdaad, de match is gedaan. Janko heeft zijn eerste overwinning. Ueda 9.1 was enorm gevaarlijk. Man van de match. Man van de match. Die was, dat is eentje die we gaan in door moeten houden voor de eindwinst natuurlijk. Ik denk het ook. We gaan gewoon doorgaan. Ik wil wedstrijden zien. Ik heb ook hier genoeg van. Ik denk dat de volgende match, we kunnen het zien, is Al Gilal tegen Hasselt United. Heb jij een favoriet voor deze wedstrijd? Ik kan nooit voor iemand kiezen die zijn naam afleidt van een Saudi-ploeg. Dus ik ga moeten gaan voor de tweede ploeg in Hasselt. En dat is Hasselt United. Oké. Ik denk ook dat Hasselt misschien de edge heeft. Flo? Je hebt Hades, hè? Geen positieve media jouw kant op, Jill. Maakt jou dat uit? Nee, ik heb al genoeg sportswashing gedaan om mij niks te moeten aantrekken van deze twee slungels hier in de studio. Dus ik focus mij gewoon op mijn spel. Ga je tactieken veranderen of blijf je hetzelfde? Ja, ik gooi alles op de aanval. Oké, ik ben benieuwd. Alles op de aanval, een anti-Milan aanpak bij Jill. We gaan eens horen wat Sam gaat doen. Sam, wat ga jij doen? Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het rondkijken wat ik ga doen. Een van de twee Balequichas verliest zijn plaats op de bank aan... Ik zou persoonlijk Gift Orban brengen. Ja, voilà. Oké, terug naar jullie, jongens. Ja, wij zijn nog aan het meekijken naar Sam zijn beslissingen.
die kiest er precies voor om Jutkla, Slimani en Boniface nog altijd drie in de spits te zetten. Vind ik een opvallende keuze. Het zijn toch drie iets wat dezelfde types. Ja, ja, ja. Al Gilal zit bomvol het stadion. dat mensen tegenwoordig voor zo'n soort zaken nog buiten komen, je zou het bijna niet inbeelden, maar... Ja, Flo wilt het woord. Flo? Ja, Sam, heb je een mening over die Saudische ploegen en waar Gilal zich in betrekt? Ja, we hebben meerdere combi-regelingen met bussen en zo geregeld, dus de merendeel van de fans zijn echt wel gewoon hasselaars. Oké, dan wachten wij jullie samen met jullie. Maar je ziet ook heel het uitvak van Hasselt United, die hasselaars, dat daar amok aan het maken zijn. Er zit daar wel sfeer in. Het gaat nog spoken vandaag bij het uitvak. Ik denk het ook. We zijn weer aan het zien naar een nietszeggende wedstrijd. Arteaga krijgt nu wel... Oula, derde minuut, een kans. Teddy Tuma heeft de bal. Die speelt hem naar de flank. De Kuiper wordt diep gestuurd en het is een goal. Oh, prachtig doelpunt van Jutkla. Wat een goal van Jutkla. Ik kan het niet geloven. Tweede goal van Jutkla. Dit toernooi. Oh. We moeten terugkomen op onze woorden. De goal is afgekeurd, want er was buitenspel. Ja, inderdaad. Ik heb het zelf niet zo goed kunnen zien. Flo. We gaan naar een reactie van Jutkla. Het is een goede defensieve organisatie. Graag gedaan. Expected goals van Al Gilal is hoger momenteel dan Hasselt United. En we wachten nog altijd op een hoogtepunt terwijl we de 20e minuut gaan passeren. Kijk naar de XG, man. Kijk naar de XG. Het draait om data. Het is 2023, mannetjes. Het draait niet meer om hoogtepunten. Nee, chichi, chacha. Nee. Doelpunten. Niet akkoord. Buut. Toch nog even naar Sam, jongens. Ja, nee, ik denk dat er vorig jaar de wedstrijden even saai waren, maar de commentatoren toen creatiever waren, waardoor ze het gemakkelijker vol geluld kregen. En nu, ja, heel veel stiltes. Na 3 minuten was er een kans en er werd gezegd, oei, weer een saaie wedstrijd, we krijgen geen kansen. Dat is wel waar. Heel raar. Dat moet ik toegeven, daar heeft Sam Kerkhoff volledig gelijk. Er zijn inderdaad besparingen hier en ik moet het nu doen met Benno. Vorig jaar hadden wij die andere guy... Arthur. Arthur. Die kon er helaas niet meer bij zijn, die kon de tankkaart niet meer krijgen om tot hier te geraken. Dus nee, moeten wij het nu maar terug met Benno doen? Ja, sorry hè. Ik heb er geen probleem mee, de spelers hebben er een probleem mee. Waarom? Omdat ze allemaal slecht voetbal brengen. Boniface, Gilles viert. Wij weten nog niet waarom. Ja, hij viert voor iets dat wij nog niet gezien hebben. Niet. Gilles ziet een goal. Ik zie ook zeker een goal gebeuren. 42 en 47 seconden. Ik sta hier 1-0 voor. Zo'n mannetje. Ja. Nu zien wij het ook. Casper Nielsen maakt gewoon een goal. De Arabische beelden lopen voor op die van ons blijkbaar. En Gilles heeft ons gespoild. Het is daar 3 uur vroeger. Ik wil net zeggen, is er sprake van matchfixing? Er is geen sprake van matchfixing. Janko Beekman heeft mij ook beschuldigd van dergelijke praktijken. Terwijl we duidelijk zagen dat de lijnen op elkaar lagen in die buitenspelfase. Toch wel raar dat het weer die Saudische clubs zijn. Er wordt altijd gehaat van buiten de club. Terwijl een grote kans voor Al Gilal. Het is dus duidelijk dat wij onze voetbalwedstrijd op Hesgoal kijken en dat wij met een soort van achterstand zitten. Terwijl Gilal luidkeels aan het meeschreeuwen was door het doelpunt van Niels, die toch weer scoort. En hoe kan Hasselt terugbounceren, Lennart? Bounceren? Geen idee. Ik weet wel dat Niels gewoon... bevestigt zijn goede vorm. Ingevallen gescoord. Deze keer basis. Hij bevestigt het weer. Ja, het is waar. Die speler die jij bij Brugge niet meer zo goed vond, is wel gewoon voor de Saudische club Al Gilal wonder aan het verrichten. En Hasselt United, de zogezegde grote favoriet. Ja, hè? Want toch wel. Dat moeten we wel zeggen. Ja. Hij kent het spelletje door en door. Maar... Nee, voor mij was Janko favoriet. Voor Lennart is Sam favoriet. Voor mij is de... Ja, juist zeg dat hij Kieten favoriet was. Ja, natuurlijk. Iedereen is... We zullen het aan Sam zelf vragen. Sam, hoe ga je terug bounceren? We gaan proberen terug te bounceren door eigenlijk hetzelfde te doen als in de eerste helft. Bounceren. Ja, want we hadden die afgekeurde goal. Het was een goal. In Saudi-Arabië is voor de live gebeurd. Dat vind ik zeer opvallend. Nog nooit meegemaakt. Maar we hebben nog altijd het vertrouwen in het strijdplan dat we hebben staan. En ik ben ook een beetje te lui om het nog echt aan te passen. Maar er zullen nog wissels vallen als we niet snel kunnen... Mag ik even zo zeggen, wat is hij weer allemaal aan het doen? Kijken of hij ook aan het bouncer is.
Ik heb nog nooit gehoord van een winnaar die moet bouncen. Dus momenteel ben ik bezig om net zoals vorige keer de 3 punten veilig te stellen. Ik ben de tactische aanpassingen aan het doen. Ik ga de verdediging iets lager zetten. We gaan op de juiste momenten druk zetten. We gaan niet constant meer druk zetten. En we gaan ze de bal even geven en op de juiste momenten counter. Dat heb ik geleerd uit de vele verliezen die AC Milan heeft geleden tegen Inter het voorbije jaar. Ik denk dat dat een slimme set is van Gilles. Wat denk jij, Lennart? Dat is voor de verandering ook eens leuk om te zien. Dus ik ben blij dat hij aan het leren is van zijn fouten natuurlijk. Ja. Hij moet het natuurlijk ook doen met spelers uit de Pro League. Dat is natuurlijk wat anders dan de Serie A. Ik denk dat het ook blij is om eens met goede spelers te kunnen werken. In plaats van altijd die Italiaanse wegwerpjes daar, dat ze daar hebben. Volledig akkoord. En als er een speler bij hem het niet goed doet, kan hij natuurlijk altijd de Pioli-aanpak doen en hem uitlenen aan Atalanta. Maar we zien nu wel dat Jutka de bal heeft op links. Die is een beetje verdwaald. Geef de bal aan Kums, zou ik zeggen. Kums schiet hem over. Zoals ik altijd zeg, van ver mogen ze blijven trappen. Dat zou ik zeggen. Weer een gevaarlijke stilstaande fase. Komt weer niks van. Al-Hilal blijft gewoon de voorsprong behouden. De klok blijft ook verder tikken. Dit is een gesloten tweede helft. Schutkla heeft nu de bal. Kan hij iets doen? Hasselt United met de Kuiper. De Kuip. Noah Lang. Wat kan uit zijn schoenen toveren? Probeert hij vrij weinig. En het zal Sam zijn die nu de aanval moet... Hasselt is wel aan het komen. Ze komen zeker wel. Momenteel is alles hier al zeker. Aan de backfoot en een counter. We hebben Touloum. Het was ernaast. Ik dacht persoonlijk dat het een goal was, Lennart. Ik dacht dat het een goal was. Ongelooflijk dat die bal niet binnengaat. Dat moet er altijd in. Ik weet niet of het offside was, maar het moet er sowieso altijd in. En we gaan wissels krijgen bij Hasselt United. Wat zou jij doen, Lent? Wat zou jij in deze situatie doen? Je staat 1-0 achter, nog 30 minuten te gaan. Dan is er maar 1 oplossing en dat is Raman natuurlijk. Ja, ik denk dat elke trainer dat wel denkt. Ja. When in doubt, zet Raman erop. Dat gebeurt tussen dan die ook. Twee torens. Balikwisha komt er ook op de linkse flank. Ik denk persoonlijk dat Balikwisha het verschil gaat maken vandaag. En zoals het nu staat, na 2 wedstrijden, wie had het gedacht? Al-Gilal? 6-6? Ik zeker wel. Ik had dat absoluut niet gedacht en... Zoals we zien, eigenlijk de meet OG's, Sam en Evert, die op dit moment gewoon met 1 punt laatste staan. Ja, inderdaad. Sam, heb je daar een reactie op? Een reactie van Sam? Ja, we hadden het eigenlijk wel redelijk over zijn. We hadden het op een akkoordje gegooid, een gelijkspel. zodat we zeker allebei geen doel zouden hebben op het einde van het seizoen. En dat is gelukt. Daar zijn we allebei heel tevreden mee. Ik had al 3. Nee. Oké. Terwijl zij tevreden zijn met al 1 puntje te kunnen hebben, gaan wij gewoon zien of Al-Gilal de overwinning over de streep gaat trekken. We gaan eens horen bij de trainer. Ik ga nog een wissel doorvoeren. Sorry. Dan kijken wij mee. Richie de Laat rechts inbrengen, omdat Theo Buchanan toch veel te offensief ingesteld is. Mm-hmm. Ik ga geen risico meer nemen. Ik gooi het van achter volledig dicht. Ik zet mijn flankspeler zelfs een beetje lager. En ik laat ons van diep komen. Sorry dat we die ruimte kunnen benutten. Catenaccio heet dat dan. Ik heb het gevoel dat de biertjes al naar mijn hoofd begint te stijgen. Want ik heb het gevoel dat Gilles net een duidelijke en goede analyse heeft gegeven over wat hij gaat doen om een overwinning over de streep te krijgen. Ik was ook aan het denken. Ik vond het heel logisch en heel mooi uitgelegd. Ja, ik begreep het ook. Zijn we nog in de Meet Studios, Benno? Ik heb het gevoel dat ik aan het dromen ben. Kun jij mij eens knijpen? En? Wat zegt dat? Doet pijn, hè? Maakt me een beetje gek. Wat ook pijn doet, is dat Hasselt United gewoon weer maar niet gaat winnen. Had ik zeker niet verwacht. Oh, maar daar is Kums. Oh, is dit een penalty? Is dit een penalty? Chaos in de studio. Chaos op het veld. De VAR controleert deze penalty. Een belangrijk moment. Oeh, wie neemt de penalty? Penalty voor Sven Kums neemt de penalty. Spanning in de studio. En hij trapt hem binnen. Hij trapt hem erin. Het is gelijk. Sam, een reactie. Ja, jammer, want nu krijgt Media House ineens terugkans op de titel. En ik had het Gilles zeker gegund. Maar ja, domme fout. Ook heel raar om Lamkazé hierin te brengen in deze wedstrijd. Die toch, gevoeld, het staat heel veel spanning op. Dus je weet dat hij dan zo'n dingen kan doen. En wij gaan door. Ja, de match is nog niet. Ik kan niet anders zeggen. En hier is Ramon. Oh! Wat een moment dat kon zijn geweest. Dat zal zeker een TikTok-highlight zijn geweest. Oh, de voorzet. Miguel heeft de bal. Ja, Flo. Gilles, de teleurstelling druipt van je gezicht af. Na wedstrijd 1 was het duidelijk dat Youssef Al-Hassan niet meer in het team komt. Ik denk dat we vandaag ook hebben gezien dat Didier Lamkazé het einde van de FM Live kan
aanleiden of inleiden, wat dat ook mag zijn. Ik kan me allemaal niet schelen. Gooi waterflesje. Ik verwacht jullie morgen allemaal op de trein te zien. Jullie verdienen geen rust. Voilà. Harde woorden. Ja, Lennart, het is gedaan. 1-1. Ja, wauw. Dat had ik totaal niet meer verwacht. Ja. We gaan even bij Sam horen, die natuurlijk nog een punt uit de wacht heeft kunnen slepen. Ja, ik had liever 1 keer gewonnen en 1 keer verloren dan 2 keer gelijk natuurlijk. Die gelijke spelen, daar kopen we niks mee in het korte format dat deze competitie is. Ik ben blij dat ik nog niet verloren ben en ik hoop dat ik dat ook in de volgende match niet tegen Janko doe, zodat Shotcast hier zeker niet de Mid-Mid-Cup komt winnen. Liever Janko niet winnen dan zelf met de winst ervan doorgaan. Uiteraard, ik denk Janko is een conculega, de twee anderen zijn vrienden. Ja, dat. Oké. En nu naderen we dus de laatste speeldag. Inderdaad, ik denk dat we aan de laatste speeldag gekomen zijn. Ik ga eens spieken op mijn briefje. Ik denk dat het Hasselt United is tegen Bandit Like Beekman. Maar ik ben niet zeker. Ik bekijk naar het scherm, Lennart. Ik weet niet of dat jij... Ik zie gewoon een prachtige man staan. Ik zie Noah Lang staan, die de uitblinker was in de vorige wedstrijd. Dan is mijn toernooi al helemaal goed eigenlijk. Wij zijn nog een beetje aan het wachten. Voilà, inderdaad. Het is Hasselt United tegen Bandit Like Beekman. Want dit kan een zeer belangrijke worden voor de eindoverwinning. Flo. Na die woorden van Sam, hoe voel je daarbij? Voel je je hier welkom? Zeker, maar ik heb het niet zo over betaalde vriendschap, dus ik vind dat niet zo erg. De spanning stijgt natuurlijk. Ja, je ziet die laatste speeldag en eigenlijk inderdaad. Alles kan nog. Hè. Ja, ja. Al-Gilal is nu koploper met 4-6. Ja. Maar je zegt het, doelpunten, saldo's, alles, een overwinning, alles kan nog gebeuren. Zeker waar. Je ziet ook de mannen, ze hebben enorm veel stress. Buiten Evert, die ziet er eigenlijk heel relaxed bij. Die voelt zich al verslaan. Het lijkt alsof hij gewoon op een pleintje aan het spelen is, terwijl uiteindelijk het gaat wel gewoon over de Mid-Mid FM Cup. Hè. Dat is niet zomaar iets. Dat is niet zomaar iets, inderdaad. Want er is een trofee dit jaar. En ik kon nog niks verraden, maar het is indrukwekkend, Lennart. Ja, ik ben vooral blij dat ik uiteindelijk fout zat. Dat ik dacht, Gilles is een goede tactische analyse aan het geven. En dan toch een tegendoelpunt kreeg. Daar ben ik blij om. Richie de later ingezet voor Buchanan. Flanken lager zetten, al dit soort zaken. Ja. Om uiteindelijk gewoon de 1-1 binnen te krijgen. En ik zie, Sam, ik denk dat jij klaar bent met je opstelling. Dan gaan we eens kijken naar Janko, wat dat die nog allemaal aan het doen is. Een voetballende verdediger. Dat precies. We hebben Clinton, Matta, Alderweireld en Quista van achter, Skov, Olsa en Kayembe. Ja, Flo, vertel maar. Ja, we gaan eerst naar Sam's opstelling. Heb je iets veranderd? Sorry, ik was even op mijn gsm bezig. Niets veranderd. De missie is duidelijk. Wij moeten ervoor zorgen dat Janko niet wint. Excuses voor mijn boer. Als hij niet wint, dan... Ga je stuk? Nee, we gaan dat zeker niet knippen. Een boer. Ik ruik hem. Dat gaan we knippen nu. Ik gun het Gilles iets meer dan Janko. Dus we gaan volledig ervoor gaan. En als we winnen, dan reken ik gewoon op mijn allerbeste vriend, Evert Winkelmans, om de job tegen Gilles toch nog te klaren op een verrassende, magische manier. Ik wil nog even zeggen, want ik heb daarna de nieuwspagina's gelezen. Ik heb de uitzending van vorige match herbekeken. Er werd wel heel streng gedaan over Hasselt United. Ik denk dat wij heel veel kansen gekregen hebben. Een afgekeurde goal ook. Ik denk dat de commentatoren iets te veel gedronken hadden op voorhand. Waardoor ze misschien niet de match goed hebben geanalyseerd. Maar ik vond dat het heel streng was voor het aantal kansen dat we gekregen hebben. Benno, moet ik een analyse serieus nemen van een Anderlecht supporter die een boer heeft gelaten en dan nog eens voorzitter is van Hasselt? Dat zijn volgens mij drie plaatsen die bij mij geen steek houden, maar die gaat mij wel zeggen dat ik geen commentaar kan geven. Ik ben gewoon benieuwd wat hij nu in zijn kleedkamer gaat zeggen. Hij is hier aan het kiezen welke quote dat hij wil droppen. Dit gaat nog niet eens over de quote die hij gaat droppen als hij nogmaals niet kan winnen. Dit gaat echt gewoon nog voor de spelers. Terwijl Flo klaar staat om Janko een vraag te stellen. Ja, ik hoop dat je geen boer in mijn gezicht gaat laten. Dat was niet het plan. Wij zijn opgevoed bij een mediahuis. Dus dat is geen probleem. Misschien moet ik daar gaan werken dan. Er is nog plaats, zeker en vast. Nee, dankjewel. Maar de wedstrijd is begonnen. Ik denk dat jullie moeten praten. Ja, inderdaad. Terwijl is de wedstrijd begonnen met Bandit Like Beekman heeft het balbezit. Zouden er in mediahuis de commentatoren ook beter aangezien worden, beter gerespecteerd worden? Dan willen wij ons ook altijd opgeven. Dan zou ik natuurlijk ook wat meer mopjes maken. Als er gedisrespecteerd wordt, dan hou ik me rustig. Heeft Kayembe de bal? Tussen Dali? Wat kan hij ermee doen? Geef dat terug naar Kayembe? Wow. Zijn dat mopjes? Zijn jouw tactieken een mopje, Sam? Kom op. Ik ga het niet over uw mopjes, maar nu heb ik al heel veel gedaan. Oh,
Ik heb het gezegd, ik zit hier met een B-acteur deze keer. Het is last minute. Sorry, ik moet je wel aan de kijkers zeggen. Hij heeft hier 3 pagina's, hè. Ik doe het hier gewoon alleen proviste. We zitten hier met wannabe... We zitten hier met wannabe managers. We zitten hier met wannabe rapper. We zijn allemaal wannabes. We moeten er nu eenmaal mee leren omgaan. Terwijl wij zien dat er het, in het openingskwartier nog niks aan het gebeuren is. Hasselt United, Bandit like Beckman. Ja, ik denk dat ze allebei veel stress hebben, de spelers en de managers, voor deze wedstrijd. Maar we zien weer een ingestudeerd nummertje dat tot niks leidt. Daar is echt wel niet genoeg op getraind deze keer. Nee, die stilstaande fases. Inderdaad. Bij Al Gilal zit dat allemaal goed, maar... bij de andere. Daarom staan zij ook eerst in de Benno. Je ziet inderdaad. Hier, het klopt. Is dat nieuwe spellen? Als je stilstaande fases goed hebt, terwijl er een groot... Oeh, nee. Hij wijkt Tresor heeft uit. De bal wel. Oh, en hij scoort via Castro. Het is 0-1 voor Bandit like Beekman. Flo. Een eerste reactie. Ja, dat is het voetbal dat ik wil zien. Prachtig uitgespeeld en afgemaakt door mijn geheim wapen, Nicolas Castro. Man die veel te weinig kansen heeft gekregen bij Genk en die nu alles laat zien bij Bandit like Beekman. Verdiende voorsprong? Ik denk het wel. Ik heb... Eerlijk gezegd, Hasselt United nog niet aan de overkant gezien. Maar bon, we blijven voorzichtig, want daar zijn ze. Ja, Lennart, nu vraag ik mij af of er wissels gaan komen of een verandering in tactieken bij Hasselt United. Ze moeten wel scoren, natuurlijk. En ze scoren! En ze scoren! Het gebeurt gewoon direct. Murphy's Law heet dat dan. We gaan naar Sam voor een reactie. Ja, 1-1. Ja. Het is opnieuw een kans. Dus, en opnieuw een doelpunt. Dus de commentator, geef commentaar, zou ik zeggen. Ja, wow, ik kan het niet geloven. We gaan naar Sam gaan, omdat hij eindelijk eens een goal had gemaakt. Maar dan scoort Bandit like Beekman weer. Ik kan het niet geloven. Ik ben er niet mee. Zelfs? Ik heb het niet kunnen zien wie het was. Het was Tissou Dali die scoort. En met een kopbal dan ook. Ik heb Tissou Dali nog niet vaak met de kop zien scoren. Nee, daar houdt hij niet zo van. Maar Tresor heeft een diepe bal, leidt tot niks. Je merkt het ook aan alles. Hè. Die, en die moet Hasselt komen. Die analyses van Mediahouse, allemaal dat perfect. Dat is offside, denk ik. Terwijl de VAR gaat dit checken. De VAR zal... De VAR zal dit checken. Het is 2-2 nu. Ja, oké. Een controle van de VAR. Ik denk persoonlijk dat het offside is. Het is offside. Doelpunt afgekeurd. Maar dit gaat Bandit like Beekman niet volhouden. Ik denk dat Hasselt United gaat komen. Is Sam voor... Nee. En we zien ook Joris Kayembe, dat echt een topmatch aan het spelen is. Een 7.8. Terwijl Castro en Tissou Dali beide met een doelpunt niet aan zijn rating kunnen doen. Dus we moeten wel stellen dat die Joris Kayembe een goede transfer geweest in de draft. En eentje dat niet echt... Je zou denken, pakt nu Joris Kayembe? Ja, en hij scoort niet of zo, maar hij draagt zijn steentje bij gewoon aan de ploeg. En dat is veel belangrijker, hè? En wij zitten ook maar te zeggen alsof wij weten wat Joris Kayembe al heeft bijgedragen. Weten wij eigenlijk ook totaal niet. Het gaat allemaal zo snel, Lennart. Ja, Castro kan die bal diep steken. Tissou Dali is daar. Fantastisch gedaan van Buté. Wat dat van Hazenbroek zijn, extra time. Buté is altijd een stapje voor de spits. Questa raapt die bal op. En nu zien we dat zij weer de opbouw gaan verzorgen via Kayembe, die een goede wedstrijd speelt. Ja, inderdaad. Tissou Dali met onnodig balverlies en Jan Vertonghen die oppikt. Ja, Hasselt probeert weer een mooie aanval op te bouwen. Dit ziet er zeer belovend uit. Maar gaat zelf. Wie zat Kuiper? De Kuiper. Clinton Matta is daar. Om het alles Matta laat te zien wie de echte Brugge legend is op dit moment. Maar hier is Sjoerd Klaas. Hasselt United met de 2-2, Beekman. Met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft, Lennart. Sam. Was dit wat je in gedachten had? Ja, er werd gereclameerd dat we meer doelpunten moesten maken, meer aanvallend voetbal. Ik ben heel blij dat Janko met mij hetzelfde plan had. En we gaan gewoon alles op die eerste helft en nu terug een zeer saaie tweede helft. Dit is momenteel de match van het toernooi, Lennart. Wauw. Op één match van het toernooi. Het valt mij ook op dat sinds mijn boer Flo iets verder wegblijft. Hang nog een bal op. Ja, Lennart, het is rust. Naar wie zie jij deze match gaan? Dit is super spannend. Ja, het is super spannend. Het is vooral spannend of Flo nog een boer gaat incasseren. Daar ben ik eigenlijk mee bezig. Maar voor de rest, ja, eindelijk is in één helft 4 goals gezien. Ja, inderdaad. Het is end-to-end. We weten niet hoe dat gaat eindigen. We zien een corner van Kums. Oh. Nee, die ook weer op niks trekt. Maar dit is een countermogelijkheid voor Bandit like Beekman. Tresor, stik die bal diep. Dat doet hij niet. Hij speelt naar Ueda. Ze pakt het rustig aan Castro Montes, wat kan hij doen? Niet veel. Inderdaad, speelt gewoon terug naar Clinton Matta. Want hij speelt Matta. Geduld heet dat dan. Brian Heine. Mike Tresor! Het is 2-3. Flo, vertel het ons. Oh, nog niet. Het is...
goal toegekend. Het is weer zo ver. Hij is toegekend. Het is 2-3. Een reactie. Ja, eindelijk een beslissing van de Riv in mijn voordeel. Het wordt nu zaak van die voorsprong vast te houden. Gilles van Bierbeek komt dit het stadion binnen. Oeh, en weer een counter. Weer een countermogelijkheid. Maakt er zorg. Wat kan hij? Gebruikt hij zijn snelheid? Nee. Hij wacht. Geeft die bal naar Rueda. Moet een flankwissel doen. Het is Soudali. Geeft die bal niet naar Maïk Trezor. Dit is de kans. Oh, Lennart. Zelfs het decor zag hem binnen, want het was bijna op ons gevallen. Het was gedaan. Hij geeft de kans aan Hasselt om terug in de match te komen. Sven Kunst, wat kan hij doen? Tumba! Oh, die bal gaat net over. Het had niet verdiend geweest. Al het haar op mijn lichaam staat recht. En het lijkt alsof we al in de 95ste minuut zitten. Inderdaad, we zitten gewoon in de 60ste. Super spannend. Echt een topwedstrijd. Wauw. Ik heb het gevoel dat Hasselt nog gelijk gaat komen. Echt waar. We geven kudo's aan beide trainers. Ze zijn echt wel een aangename pot voetballer van aan het maken. Zeker waar. Je ziet het ook aan de supporters, ze worden een beetje wild daar. Ja, aanvalt langs beide kanten. Terwijl wordt Jutkla diep gestuurd. Wat kan hij mij doen? Geeft die bal terug. Die bal moet naar binnen. Sven Kums. Oeh, Toby Alderweireld is een fantastische partij aan het spelen. Victor Boniface, dat moet toch beter. Ja, die moet binnen eigenlijk. Hè. Dat moet toch beter. Je ziet het. Tissou Dali een topmatch aan het spelen op dit moment. Voor de rest zien we dat de spitsen bij Sam en Hasselt United het niet laten zien. Laat dat afweten een beetje. En we hopen nu toch nog eens een kans te krijgen via Kayembe. Hij verdient die topscore. Ja. Kijk die inworp. Strakke bal. En dan krijgt Bonnie die face die bal langs de flank. Houd die bal bij. Maar we hebben weer een inworp van Kayembe gezien. Ja. Ik denk dat hij wel eens worp kan doen naar speler van het toernooi. Ik denk dat hij nog altijd man van de match is. 7,8 zie ik daar staan. Ja. Hij is gewoon goed bezig. Ja, fantastische speler. Raman is er weer ingebracht. Ja, Flo moet het woord. Nog 5 minuten, Janko. Ben je, hoe zenuwachtig ben je? Ja, ik twijfel vooral tussen wisselen of de huidige ploeg laten staan. Maar dat ze eigenlijk wel echt goed aan het spelen zijn. Maar ik zie dat de wedstrijd bijna gedaan is en dat we het hier over de streep gaan trekken. Dus ja, de stress is voorbij. De wedstrijd is gedaan. De wedstrijd is gedaan. Worden we een handen geschud? Dat... Ja, Sam, we geven we zien al een handshake. Dat zien we al sowieso graag. Sportativiteit. Flo, naar de verliezer. We gaan naar Sam toe. Zonder boer, alsjeblieft. Ja, nee, geen probleem. We spelen een goede wedstrijd. Ik zie het ook aan de waardecijfers die in de krant Het Laatste Nieuws, toch de beste sportkrant in België, gegeven zijn. We hebben goed gespeeld. Ik ben zeer teleurgesteld. We sluiten het toernooi natuurlijk af zonder overwinning. 2 gelijke spelen en een nederlaag. Wel bijzonder slecht, inderdaad. Nee, niet bijzonder slecht. Dan zou je meer dan 1 keer verliezen en een verliesmatch met zo'n goede cijfers. Maar... wij maken geen kans op de titel. Ik denk dat de titelfavorieten hier naast elkaar zitten. Zij verdienen het meeste. Dat kunnen we wel zeggen na 3 speeldagen. Dus ik zou willen zeggen, go Gilles. Toch bijzonder slecht dan. We gaan naar Gilles. Gilles, hoe voelt het om die support mee te krijgen? Ik ben dat gewend. Ik ben gewend om het favorietje van Sam te zijn binnen Sporthuisgroep. Zoals jullie zien is er boven ook een mooie nieuwe studio ingericht. Speciaal voor mij, omdat hij zo hard in mij gelooft. Het is niks nieuws voor mij. Dat is een druk waar ik al sinds 1 juli mee leef. Dus ik ben daar volledig gewend aan. Voor mij is die druk in een favoriete rol. Niks nieuws. Ga je wisselen tegen Saflet of blijf je bij je huidige elftal? Ja, ik heb een goede analyse gehoord in Barotelli dit weekend. Wat toch een van de beste voetbalpodcasts ter wereld is. Waar werd gezegd dat Didier Lamkelzé eigenlijk geen plek meer moet verdienen. En ik heb een ene Golizadeh op de bank zitten die nog geen debuut heeft gemaakt bij Al Gilal. Dus dat is dit weekend het geval op het veld van Saflet United. Oké, ik ben benieuwd. Ja, wij zijn hier toch wel aan het kijken naar wat dat Evert allemaal aan het doen is met zijn ploeg. Hij is nog altijd die eerste overwinning aan het zoeken. Evert, loods ons er eens door. Ja. moeilijk voor Evert. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb eigenlijk in hand wie dat deze competitie gaat winnen. Dus dat is wel een belangrijke positie waar ik nu in zit. Dus ik ga toch weer 2 wissels moeten doorvoeren. Ik ga Vrij terug in de ploeg brengen. En ik zou toch graag eens willen winnen in deze competitie. Dus sorry voor Gilles, ik ga het hem zeker niet cadeau doen. Dat kan ik niet maken eigenlijk. Dus ik ga wel vol voor de winst. Je gaat sowieso je best. Het is wel opvallend dat de jeugd aan de winnende hand is. Ik word oud. Ik was daar juist aan het zoeken naar Stoichkov en Koeman en zo, maar die voetballen blijkbaar niet meer. Dus ja, ik ben hier zwaar benadeeld. Ik word gewoon oud, ik moet me daarbij neerleggen. Ik weet niet of dat er een spelletje is voor oude voetbalfreaks ook nog. Misschien moet ik daar dan aan deel bij me. Ja, Evert, ik zal toch wel aanvallender dan spelen, Lennart. Ik kan hem vooral tips geven welke voetbalspelletjes hij tegenwoordig wel kan spelen. Je kan kikkeren. Dat is een sport voor de oudere voetbalfans. Verder vind ik het heel schattig dat hij zegt, ik word oud. Evert, je bent oud. Dus...
Maar hij kan wel nog een enorm belangrijke rol spelen in de titelstrijd. Zeker waar, zeker waar. En daarvan denk ik dat zo ofwel Gilles ofwel Janko wel eens grijze haren kan krijgen. En hij speelt zonder stress natuurlijk. Hè. Alle spelers en Gilles zelf. Hij moet gewoon all-out gaan. Die wingbacks moeten naar voren. Inderdaad. Van Aken bij de spitsen zitten. Haal die van je eigen helft, Evert. Stuur die naar voren. Alle ballen via Mechelen. En dan komt dat wel in orde, denk ik. Flo. Evert geeft net aan dat hij niet weet hoe dit moet. Kan iemand komen helpen? Matchfixing. Ja, en hier krijgen we de opstelling van Evert. Is dat een 4-3-3? Evert zegt hier toch nog iets moois. Het is in de Fox Arena waar er vandaag gespeeld wordt. Dan denk je dat het alleen maar een overwinning voor Evert kan zijn. Ik denk het ook. Ik denk dat Gilles het op de laatste speeldag gaat fummelen. We zien dat Al Ghilal wel nood heeft aan een overwinning. Inderdaad. 4 punten tegenover de 6 van Dit is zeer belangrijk voor Al Ghilal. Het is nu of nooit, Lennart. Het is stadion uitverkocht. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Mawassa! Dat is al direct een waarschuwing. Ja, ja. Dat Evert, is een waarschuwing. Hun ploeg komt frank en vrij voetballen. Die moeten eigenlijk niks meer. Inderdaad. Een tweede voorzet. Voor Saflet United. En Al Ghilal komt hier goed weg. Flo. Gilles is blijkbaar in de tribune gezet. Krijgt niks mee. Hoe voelt dat? Niet regeren over je team? Ik heb een rode kaart gekregen wegens oneerlijke uitlating naar de scheidsrechter. Maar ik ben in contact met mijn assistentmanager en ik vertrouw op dat hij dat volledig over de streep zal trekken. En er is niks mooier en iconischer dan op de moeilijke manier winnen. We hebben dat gezien met Alderweireld die zo de titel beslissen tegen Genk. Ik ga nu hetzelfde doen tegen Evert Winkelmans. De opstelling van Gilles. Lamkelze in de spits en Larin ook in de spits. Het is momenteel weg. Maar ik heb wel gezien dat de expected goals momenteel in het voordeel zijn van alle Gilles Lennert. De opbouw wordt voor een lange bal van Evert. Simon! Oh. Dit wordt echt spannend. Mignolet in het doel. Lennert, ik kan het niet zeggen. Ik kan het echt niet zeggen wie het gaat worden. Ziet je dit? Ik heb enorme stress, eerlijk waar. En Evert kan gewoon ervoor zorgen dat Gilles die tweede FM Cup niet kan winnen en dat hij het gewoon aan de Media House groep gunt. Dat zou waar gaan wij dan volgend jaar commentaar geven? Hier niet alleszins, denk ik. Nee, maar dit is sowieso onze laatste keer, denk ik. Die van mij waarschijnlijk. Het is halftime. We hebben nog 45 minuten te gaan om een winnaar te krijgen van dit toernooi. Ik heb een dorstje. Flo. Gilles, je gaat nu naar de kleedkamer bellen. Wat ga je ze meedelen? Ik probeer in contact te komen met mijn assistent. Ik probeer hem door te geven dat we iets offensiever moeten gaan spelen. Ik hoop hem zo snel mogelijk te bereiken, maar de wifi in het stadion van Evert is niet zo goed. Maar dat zijn we wel gewend bij AFAS. Als je die 3 punten haalt, ren je gewoon het veld op? Ja, in mijn blote. Oké, daar, ik wil zeggen, daar hou ik je aan, maar dat zeg ik maar niet. Zijn wifi niet zo goed, net als zijn spel dus. Evert, zeide jij wissels aan toen? Ah, nee. Oké, hij is er klaar mee. En ik denk dat we gaan kunnen beginnen aan de tweede helft, Lennart. Ondertussen hebben we Sam Kerkhoffs gehoord die alles bijeen aan het gooien was achter ons. Die heeft duidelijk de frustratie nog niet verwerkt. Maar we gaan eens horen wat Flo heeft te zeggen bij Evert. Flo? Evert, wat is je plan? Ja... Ja. Ja. Maar ik zie hier een opstelling van Gilles dat eigenlijk een soort spiegelopstelling is van de mijne. Klopt dat wel? Nee, jongen. Gilles heeft inderdaad ongeveer dezelfde opstelling als daarmee Evert. Het is heel opvallend dat als Gilles plots heel verdedigend aan het spelen is en niet over de middenlijn komt, jij moet wel winnen, hè? Ah, dus je doet niet voor jezelf spelen. Nee, maar het is toch heel bizar. Dat ze komen niet voor te winnen, terwijl zij hebben de winst van het toernooi op het spel staan. Voor mij maakt het niet uit, maar zij komen niet over de middenlijn. Je bent in de war. Ik ben heel hard in de war. We hebben een verwarde trainer bij Saflet United. We hebben een buitengezette trainer bij Al Ghilal. Benno, wat een einde van dit toernooi. Dat niemand voorspelt. Zeker niet met de laatste 10 minuten dat gaan ingaan. En Evert die als een man nog eens over zijn eigen helft zit. Voor de eerste keer dit toernooi. Geniaal om te zien. Ik zou Mechelen in de spits zien, maar die is er al afgegaan. Gooi Hugo Kuipers daarbij, Evert. Ja, Lennart, de laatste 10 minuten gaan in. En we zien nog altijd geen... Wordt de laatste match nu echt een 0-0, Benno? Dat zou heel spijtig zijn. Zeker na de match dat we net hebben gehad. Ik zie
Janko met heel veel stress naar het scherm kijken. Die wil natuurlijk die overwinning naar binnen slepen. 87ste, 88ste minuut. We gaan naar de blessuretijd. Ik denk dat de champagne koud mag gaan staan voor Janko Beekman. Ik denk het ook. Ongelooflijk. Want over 4 minuten is hij de winnaar van dit tweede FM-toernooi. De bal wordt uitgeschoten. Wat gebeurt er nog? Daar is Eben! Saflet United bijna met die dat winnende. Dat was het moment. Maar dat had niks veranderd aan de eindstand. Want inderdaad, ik denk het is dat het is gedaan. Janko Beekman de winnaar is van de tweede FM. Ja, en dan schakelen wij over naar Flo. Je mag gaan staan. Je mag gaan staan. Een eerste reactie, Janko. Ja, ik had totaal niet verwacht dat de internetverbinding bij Sporthuis zo slecht was. Nee, na die eerste wedstrijd kwam het totaal onverwacht. Ik ben er heel blij mee. Ik heb iets voor jou. Dan mag je in de lucht gaan steken. Alsjeblieft. Twee dingen. Alsjeblieft. Een reactie van Sam. Laatste geëindig. Nee. Niets? Nee, maar goed. Nee. Zegt veel over... Nee. Ik wil wel even zeggen, tijdens het spel natuurlijk alles eraan gedaan om Janko de trofee niet te gunnen en de mindgames ingezet om het hem af te pakken, zeg maar. Maar hij heeft het verdiend gewonnen, dus ik wil echt wel proficiat zeggen. Geniet ervan. Je weet wel, de winnaar van de editie moet de volgende editie terugkomen. Dus bij deze zal je moeten terugkomen, maar wel welgemeende proficiat. Ja, ik vind hij heeft tegen mij in ieder geval de beste wedstrijd gespeeld van alle ploegen, dus dat heeft hij zeker verdiend. Hij speelde aanvallend voetbal, hij scoorde veel. Ik denk dat Ueda voor hem heel belangrijk is geweest. Mijn ploeg was jammer genoeg iets minder, dus ik ga mijn jaar moeten toeleggen op het spel en dan volgend jaar op FM24 dan hopelijk beter doen. Je bent er volgend jaar bij? Ik ga mij moeten bezinnen. Mijn tweede kind komt eraan, dus ik ga die ook alle twee FM-tactieken laten uittesten, zodat ik volgend jaar toch sterker aan de start kom. Ja, en ik ben heel benieuwd eigenlijk wat er met Al-Gilal gebeurd is, want die speelde super verdedigend tegen mij op het moment dat ze moesten winnen. Dat blijft het mysterie van deze FM-cup. Ja. Ik ga Gilles even zoeken. Gilles, waar was je? Het is niet de eerste keer dat Mechelen betrokken is bij een omkoopschandaal. En dat er heel veel dingen zijn misgegaan in de VAR-commissie. Maar ik ben er onterecht uitgezet geweest. Ze hebben ook je jasje afgepakt. Ja, mijn jasje is afgepakt. Ze hebben mij helemaal uitgekleed. Ik heb er niks meer over. Er is een onrecht waar we tegen moeten vechten. Ik denk dat ik bij Koolkast Culture wel een episode ga wijden aan de omkoopschandalen in de voetbalmanagersfeer. Ik wil nog even duidelijk maken, ik ben de enige die van Janko heeft gewonnen hier. Dus aan mij heeft het toch al niet gelegen dat de beker het gebouw verlaat. Bedankt Gilles voor de vele woorden. Dan nog voor een laatste keer naar Janko. Heb je nog iets toe te voegen? Ja, die laptop wordt heel warm. Dus misschien is daar ook een probleem. Net zoals met de internetverbinding. En je hoeft niet bescheiden te zijn. Is dat een wisselbeker of niet? Ja, die moet je wel volgend jaar teruggeven, alsjeblieft. 3 keer winnen is aanhouden. 5. 6. Oké, dat valt de regel. Oké, terug naar jullie. Ja, ik wil eerst en vooral de spelers bedanken voor een fantastisch toernooi. En dan vooral Lennart bedanken voor de commentaar te dragen, want jij was toch wel de man van de avond, namiddag, ochtend. Ga je mij ook nog bedanken? Of? En Flo ook, ja. Okay. Flo heeft er ook tussen gelopen vandaag. En ze heeft er fantastisch tussen gelopen met die prachtige botten van haar. Ik wil ook nog zeggen, de Miet Academie, hij is voorbij gevlogen, Benno. Dat is waar. Het is ons tweede jaar samen. Ja, vorig jaar heb ik een stukje Europa gezien met Molde. Dit jaar was het Mechelen en Westerlo. Ik denk dat Sam mij daar een beetje mee wilt laten zien naar wat een Anderlecht van nu kijkt bij een away day, hoe dat die geëvalueerd zijn. Maar ik denk over het algemeen, Benno, de tweede editie, het was weer een prachtige editie. Vond het geslaagd. Vond het heel geslaagd. Met een terechte winnaar, dus alleen maar goede dingen. Nog, Sam wilt nog iets zeggen? Ja, ik wil wel even Lennart feliciteren, want ik zie wel de evolutie die hij op een jaar tijd ook weer gemaakt heeft. Hij was al goed en hij was vandaag uitmuntend. Allee, salut hè. En het was jammer dat Benno diezelfde evolutie niet heeft kunnen meemaken vooral. Maar wij willen u toch bedanken voor er weer bij te zijn. Graag gedaan. Ja, ik ga beginnen janken, hè, dus schakelt maar iemand anders over. Hebben jullie nog afsluitende woorden? Nee, totaal niet. Ja, okay. Niet, dan is dit het einde van de FM Challenge. Gefeliciteerd.
Can't stop.